Het is grotendeels nog een zandvlakte. Maar vandaag trekken Jorik en Carolien toch in hun gloednieuwe woning op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Het stel greep een kans toen ze een van de zelfbouwkavels konden bemachtigen. We vinden het wel leuk om nieuwe dingen te doen en ook om iets te creëren. Dus zo'n huis bouwen is wel iets wat echt bij ons past. Ja. Dat je vanaf het begin af zelf kunt bedenken wat je in je huis wil. En hoe je het inricht en wat voor materiaal en hoe je het wil. Het Zeeburgereiland, vroeger een militair en later rioolzuiveringsterrein, is nog lang niet volgebouwd. De komende jaren zit het gezin nog tussen de bouwvakkers en de herrie. Maar het prachtige uitzicht maakt alles goed. Durgerdam, oranjesluizen, zeilboten, vrachtschepen. En altijd is er wel iets wat beweegt. Ja, het is erg gaaf. Vanochtend hebben we voor het eerst zijn we hier wakker geworden. Dus dat is ook weer even anders. Maar ja, heb je echt zonsopgang. Ja, ja heel bijzonder. Bij pionieren horen natuurlijk ook probleempjes. Want de postbode heeft ze nog niet kunnen vinden. We wachten het af. Op een dag komt de post, denk ik. Ja. Het is wel omgezet, dus het blijft ergens. Ja. Hoop ik. Nog geen brief ontvangen? Nou, we hebben 1 dag brieven gekregen en daarna nooit meer. Ik heb al een keer de melding teruggekregen dat de briefbus niet te vinden was. Dus ja, we zijn in ieder geval ook samen met de school die nu al begonnen is, zijn we aan het bekijken hoe we zo snel mogelijk ervoor kunnen zorgen dat in ieder geval de post gewoon bezorgd wordt. Ja. En natuurlijk ook de pakketten en de afhaal Chinees, want die moeten we weg ook kunnen gaan vinden. Ja.